Hey mensen, je kijkt naar Spookjes en Elf en vandaag gaan we weer Assassin's Creed 3 spelen. De eerste beschaving heeft Desmond Miles en zijn bondgenoten naar deze plek gestuurd om te voorkomen dat er een gigantische zonnevlam optreedt die het leven op aarde bedreigt. Maar hoe? De oplossing schuilt in Desmond's herinneringen aan zijn voorouders. En die herinneringen die spelen we. De vliegende Hollander. Yes, yes. Holland aan boord. Nee, oké. Nou, dat heb je nu toch? Er komt lucht naar binnen. Daar, 38 meter. De Providence. Wat is dat voor database? Was een van de vele zeilschepen van de Britse koopvaardij. Het is dus niet gebouwd voor oorlogsvoering. Oh, dit is een schip dat niet gebouwd is voor oorlogsvoering. Super vet. Good morning, Doctor. Goedemorgen. To you as well. A question, if I may. Do you serve aboard the ship, or are you simply taking passage? A bit of both, actually. I've been commissioned by the Royal Navy to study maritime illness. I'll be observing the crew during the journey. We have found that sailors fare far better on the open seas than the rest of us. I hope to discover why that is. Well, I hope you are successful in your endeavors. As do I. Thank you for the kind word. Okay. Hey, ik zie daar wifi-signaal. Kijk. Wifi-signaal, hier. Oh, interactie. Damn. Ik dacht even dat we internet hadden. To talk. Ah, a fellow Londoner. Good to see I'm not the only man of means aboard. Rupert Martin. Rupert Martin, pleased to meet you. Haytham Kenway. Pleasure. Seems we picked an excellent time to leave the city. Oh? You didn't hear about the murder at the Opera House? No. What happened? They're still trying to sort it all out. And I suspect they'll be at it for a good long while. Any word on the motive? They've ruled out robbery. So perhaps it was a business arrangement gone sour. Or something more personal. More lurid. Who knows? But I am glad to be away from it. Ja, maar je zit tegenover de killer. Piep. Oké. Okay. Ik zie daar dobbelsteentjes. Kunnen we dobbelen? Want ik wil graag dobbelen. Ja, we gaan dobbelen. Toch? Speel een spel. Ander camerastand bestoppen, annuleren, selecteren. Oh shit, wat? Speel een spel. Sla alle stenen van je tegenstander. Gebruik de cursor. Wat de hel is dit? Oké, okay, laat maar. Nee. Ja, ik ben mijn inzet kwijt. Sorry, man. Ik heb even geen zin om me daarin te verdiepen. Wauw. De graphics zijn mooi, man, van de Assassin's Creed 3. And then all will be well. Are you sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Oh, you don't stick right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place to tend to par now. So I thought. And yet here you be. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny. Oh, hij wil vechten. That's enough, Graves. Nou, we gaan leren vechten zeker. Dat is een tegenaanval, oké. Okay.
Oké. Dat ingedrukt houden om af te weren. En bam. Oh, ik doe het blijkbaar niet. Goed. Ik ben toch aan het afweren. Ik hou hem ingedrukt. Ben ik nou iets verkeerds aan het doen? Zo. Ik ben toch aan het afweren? Oké, het was dus dat. Oké, wacht even. Ah, hoe deed ik dat andere? Oh, oké. Dat was 2. Nu die andere dan. Ik weet het even niet, sorry. Oké. Ah, kom op! Oké. Kom op, doe het nog één keer, alsjeblieft, voor mij. Ik weet het niet. Huh? Oh. Doei. Nou, ik vind dit ook afweren. Oh, je moet hem gewoon ingedrukt houden. Oké. Sorry, je moest hem gewoon echt de hele tijd ingedrukt houden. Oh, wat ben ik noob. Sorry jongens, voor die verloren tijd. Maar ik moet echt vanaf nul leren. If the captain sees us. The hell with the captain. And the hell with you, Mills. Who signed you on anyway? Bam! Doe het! Mooi. We're ready to go again if you are. This is unwise. Why is that? You think I'm afraid of you? No. But you should be. Bam! Ik heb hem door. Ik heb hem door. Sander die Assassin's Creed 3 speelt heeft hem door. Do you? Never! Oh! How do you like these odds? Druk op. Bam! Ontwapenen. What's the meaning of this? Captain! Explain yourself at once, Mr. Kenway. These thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. Yeah, yeah. Man held. Wat voor een hero. I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Lekker aardig. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive.
Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? So. Crystal hierbij. Heavy. Heavy shit. Good day. Hij schenkt nog wat in. Gaan we weer naar beneden. Wij gaan weer naar beneden. En dan gaan we hier. Interactie. Ja, ja. Zo. Hij gebruikt inkt en hij schrijft. Maar dat hele boek, dat is al volgeschreven. Of wat? Hè? Huh? Of wat? hij deed inkt erin en hij begon te schrijven. Iets. Hij keek ook nog zo van, dit moet ik schrijven. Huh? Daar. Dag 28, de Atlantische Oceaan. What is going to happen? Hello. Mr. Kenway. Captain. Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. Yeah, on the slot, jongen. Let's get to work. Wat gebeurt hier allemaal? Oh, we hebben een aantal mensen waar we mee kunnen praten. Nou, ik doe die interacties wel. Ik weet niet wat men is. Oh nee, ik wil niet nog een knopje. Joh. Go away. Oké, dan knokken we niet nog een keer. Nou, ik wil tegen jou niet meer. Speltje spelen. Volgende, ja! Quite the basting you gave Graves and Quill. Wasn't by choice. Aye. Blockheads. Ja, steltje idioten. Ik moet eten. Where are my manners? Louis Fuck. Mills. Pleased to meet you. Ethan Kenway. So, loop ik gevaar? Could I be watching my back? I think the boys learned their lesson. They're normally not so nasty. Honest, it's just the past few crossings have been a bit rough. Waarom zijn ze gestrest? Captain's trying to cut costs, reduce rations, lower wages, more dangerous cargo. So? It's put the crew on edge. Is there cause for concern then? Not if I can help it. But the captain needs to think about the way he treats his men. Dat is waar. Daar moet hij misschien aan nadenken. Dus die kapitein die doet het gewoon. Stom. En die kapitein zei net tegen mij dat ik degene de boosdoener was. Nou ja, in ieder geval bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren. Druk op dat duimpje omhoog, deel het met je vrienden. In je favoriet stoppen doe je en je comment als jij dingen wil winnen. Maar ook gewoon als je het leuk vindt natuurlijk. Hallo. En hier hebben we dus allemaal Colonial Assassin Download Content Packages. En de game kan je ook winnen op de helft van deze serie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!